Je moet eigenlijk bij de feiten blijven en niet uh, ja, een soort, soort smeuig iets uh, willen koeken bakken, denk ik. Feit is dat Nijman ruim een week geleden in Beverwijk, vlakbij de sportschool van Boezemvriend Dick Vrij, werd doorzeefd met kogels. Nijman was ook goed bevriend met Dino Sorel, die nu terecht staat voor een reeks moorden in de Amsterdamse onderwereld. Te inspireren de Telegraaf tot dit artikel over de rol van de voormalig Free Fighter. De Telegraaf die heeft een, een directe lijn kennelijk met, met de onderwereld in Nederland, whatever that may be. Ja, als je dat dan maar blijft roepen en, en, en die verdachtmaking alleen maar uh, laat bestaan en groter maakt... en dan verwijst van ja, ik heb het dossier, dan denk je van je hebt het dossier helemaal niet. Die heb ik namelijk als advocaat, die heeft het openbaar ministerie en die ligt straks bij de rechtbank. Hoe kom je daar dan aan? De betreffende journalist zegt in een reactie dat hij alle informatie uit justitiestukken heeft. De kop komt voor rekening van de hoofdredacteur. Maar als we die proberen te bellen, gooit hij pront de hoorn op de haak. Vergeet u ook uh, zijn liefdadigheidswerk niet, want dit is ja, een beetje een cynische opmerking misschien. Maar we horen dit natuurlijk altijd als uh, er iemand is uitgeschakeld in het criminele milieu. Nee, heb ik ooit gezegd dat het een koorknaapje is? Absoluut niet. De man deed niet een hockey, deed niet een andere dingen. Het was gewoon een vechtsporter. En een vechtsporter trekken ook zaken aan. Dat is correct. Maar er is een groot verschil tussen, tussen dit en dat opblazen naar proporties die het gewoon niet hoort te krijgen. En eigenlijk moet het Openbaar Ministerie dat ook doen. Je moet eigenlijk ook niet naar buiten komen, niet opkloppen. Gewoon de, bij de feiten blijven. Wat ligt er, wat is er eigenlijk te lastig, leg maar die man. En dat was een poging doodslag van 12 jaar geleden waar Nijman zich volgende week voor de rechter had moeten verantwoorden. Vanavond wordt de drukte verwacht voor de condoliënse bij zijn sportschool, morgen is de uitvaart.